Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met je voeten, doe je handen in je zij. Ik ben Hella en wie ben jij? Zo, even alle gekheid op een stokje. Ik moest hem even doen, maar ik vond hem zo leuk. En ik had het natuurlijk ook nog eens een keer beloofd aan een paar bekenden van me. Dus het is gedaan. Hallo, leuk dat jullie erbij zijn. Dit is de workshop live. Ik kan geen woensdag workshop live zeggen, want het is geen woensdag vandaag. Maar donderdag. Vanavond gaan we werken met aquatints, dus ga snel aan de slag. En tot zo. Zo. Laat je even weten of je er bent. Ik vind het altijd wel leuk om te zien wie er allemaal is. Even kijken of die goed staat zo de camera. Ik moest even met een andere telefoon doen als normaal, want de ene telefoon gaf problemen. En volgens mij moet het zo gaan lukken. Ja, hoi. Ja. Ja, jullie hebben het liedje ook gehoord. Super. Goed. Vandaag aquatints. En ik ga eerst stempelen. Stempelen met de stempeling tool. Van Tim Holtz. Rubber. Stempel ga ik gebruiken. Ik ga de stempel van Kapselkraft gebruiken. Windy Day. Die vind ik wel heel leuk. En had je niet gedacht, Kar? De stempels zijn altijd unmounted als ze aankomen van Kapselkraft. En die moet je zelf nog even mounten op Easy Mount. Dat houdt in dat je er dan zo'n statisch laagje achter zet. En daardoor blijft die hangen op kunststof of een acrylblokje of wat je dan ook maar gebruikt. Ik gebruik vanavond een 10 bij 14,5 centimeter kaartje. En dat is aquarelpapier van Schut, 300 grams. Het kan goed tegen water en omdat aquatins toch met water gebruikt wordt, is dit eigenlijk het beste papier. Hi Haan, leuk! En daarom dus aquarelpapier. Kan veel water verwerken op een klein oppervlakte. Ik zet het kaartje vast met de magneetjes. En ik ga de stempel proberen hier te zetten. Nou, dan gaan we dus het deksel dichtklappen. Dan blijft het stempel hangen op het deksel. Ik zorg dat ik rubber kan lezen omdat ik een rubber stempel heb. Als je deksel omdraait kun je clear stempels gebruiken. Dan heeft te maken met de dikte van de stempels. Goed. Omdat ik met water en ecoline of dus aquatins ga werken, heb ik een watervaste verf of een inkt nodig voor de stempel die ik ga zetten. En dat is in dit geval Stason of eventueel Archival. Maar ik gebruik nu Stason. Het kan allebei hoor. Geen voorkeur. Nou, dan gaan we hem weer dichtklappen. We hebben hem beinkt. En je drukt je stempel een klein beetje aan. Nou. Kijk, in één keer een mooie afdruk. Mocht hij nou niet gelijk mooi zijn afgedrukt, dan kun je altijd nog een keer weer je stempel gaan beinkten en hem nog een keer afdrukken. Dat is het voordeel van de stamping tool. Dan blijft je stempel op de goede plek en je kaart blijft op de goede plek. Dus je kunt altijd twee keer of drie keer op dezelfde plek afstempelen. Hé, Hiska, wat jammer nou. Nou ja, ik had net ook al problemen hoor. Ik zat ook in de stress of ik het wel op tijd zou redden, omdat de ene telefoon het niet deed. Dus goed. Dan leggen we het kaartje gewoon neer. En ik kies ervoor om hem eerst te gaan inkleuren. Dit ga ik doen met Six. En daarvoor ga ik het jasje ga ik rood maken van de dame, van de Winnie Day. En ik ga het nog een beetje geel verwerken in de kousen en in de sjaal. Nou, en dan het haar natuurlijk en het gezichtje. Het gezichtje werk ik met Pale Pink. Dat is eigenlijk huidskleur. Nou, het is maar een heel klein stukje van het gezichtje, dus die heb je zo klaar.
hoef je ook niet met een waterpenseel of zo bij te werken. Omdat dit aquarelpapier is, kun je er ook heel dus mooi op met zichts op werken, omdat je die met water kunt uitwerken. Ik neem hiervoor een waterpenseel. En als het te nat is, dan maak je je penseel toch een beetje droog op een stukje keukenrol. Ik kies ervoor om dit keer niet te netjes te werken, omdat het toch een windy day afbeelding is, waardoor je eigenlijk al een beetje een slordig geheel krijgt. De jas die zit toch niet zo heel netjes, dus hoeft de rest ook niet zo heel netjes. Maar als je wel heel netjes wil inkleuren, dan ga gerust je gang ermee. Dat kan. Ligt ook wel eens aan de bui die ik heb, of de ene keer wel heel netjes inkleur en de andere keer wat nonchalanter. Nou, dan kun je hem nog iets meer diepte geven door met een iets donkere kleur. Oh, de eerste kleur zou ik nog even aangeven. Dat was Carmine Red. Dat was 22. En dit is Geranium Red. Dat is 029. Dit maakt hem dan gelijk iets donkerder. En die binnenkant, de voering van de jas, mag natuurlijk best iets donkerder zijn. Je ziet wel dat het heel makkelijk uitgewerkt. Nee. Ja, dat kan ook, Ali. Wel met de waterpenseel, dan met een bakje ernaast. Is ook een heel goed. Dan heb je wat meer controle over het water wat je gebruikt en wat eruit komt. Maar ook dan zul je af en toe je penseelpunt ook afdeppen aan een stukje keukenrol, neem ik aan. Want ook dan, als je water opneemt uit een bakje, dan heb je er in eerste instantie ook vaak net even iets te veel aan zitten. Dit kan ook nog. Als je met de volgende kleur gaat werken, moet je wel even je penseelpunt weer schoonmaken. Ik ga nu de sjaal doen en dat doe ik met Bright Yellow. Dat is de 052. Nou, daar ga ik gewoon opbrengen zonder uit te waaieren en zonder verdunning van een waterpenseel. Ik zie net iets intenser qua kleur. Ik zie dat ik haar hand nog vergeten ben om in de huidskleur te doen, dus ik pak de huidskleur nog even weer terug. Pale pink. Je hebt ook nog een flash. Die is er ook nog. Dat is op zich ook wel een mooie kleur. En de haren ga ik doen vandaag met oatmeal. Dat is 064. En ook die breng ik niet verdund aan op, dus niet. Wat ik hierbij wel aanhoud is dat ja, je ziet echt dat die haren in slierten zeg maar verwaaien. En aangezien ik daar straks nog wat lucht tussen wil laten zien, hou ik daar wel wat transparantie. Nou. Goed. En zo is die ingekleurd al. En ik ga hem even drogen. Want ik wil hem gaan beschermen tegen de achtergrond die ik ga maken. En dat doe ik met de teikel. Vorige week heb ik jullie ook de teikel laten zien. En die teikel is een resist. Dat is eigenlijk op een lijmbasis. Die kun je aanbrengen. Dat droogt op zonder dat het dan nog lijm en plakt.
Vorige week heb ik het aangebracht op delen die ik wit wilde laten. Ik wil het nu aanbrengen op de gekleurde delen van wat ik dus net heb ingekleurd. Omdat ik de achtergrond met aquatints ga bewerken. En dat gaat straks in een grote beweging. En dan moet je altijd oppassen als je dat in heel voorzichtig er langs wil doen. Dus daarom ga ik daar Tycol overheen doen. En dan hoop ik dat ik die open krijg. Ja. Zodat ik niet te voorzichtig hoef te zijn met de aquatints. Nou, ik pak hiervoor gewoon een penseeltje. Dat kan je uitspoelen met water als je het gebruikt hebt. Op het moment dat je klaar bent met het gebruik, moet je hem wel gelijk in een bakje met water zetten of even uitspoelen onder de kraan. Gewoon koud water. Dat werkt het best. Nou, ik begin met de paraplu van de dame. En ondertussen, omdat ik jullie dat uitgelegd heb, is het eigenlijk droog genoeg geworden. Als je dat niet helemaal vertrouwt, kun je ook even de heat-tool erop zetten. Nou, er zat hier nog het een en ander in de deksel. Dat vind ik altijd wel handig. Dan heb je iets meer overzicht in wat je aan je penseel krijgt. Wie heeft er al geschaatst? Hier konden we geloof ik nog niet schaatsen. In een dorp verderop was al wel een schaatsbaan open geweest vandaag, las ik. Maar het was vandaag volgens mij wel de laatste kans daarvoor. Misschien morgen nog, maar daarna gaat het weer warmer worden. Ja, je ziet wel heel goed waar je het aanbrengt. Ja, dat klopt hoor, Johanna. Je ziet wel, het is nattig en het glimt een beetje. Dus je kunt het op zich wel goed zien hoor, waar je het aanbrengt. Ja, jullie zien het nu natuurlijk niet zo, maar je ziet het echt wel. En juist bij die haren moet je een beetje voorzichtig doen. Om de reden die ik net al aangaf, dat ik ook daar nog wat achtergrond doorheen wil laten zien. Dus je moet daar wel openingetjes in houden. Maar je moet natuurlijk ook niet hebben dat straks die achtergrond helemaal over de haren heen komt. Dus je moet daar een beetje lijn in aangeven. Nou, volgens mij heb ik zo alles gehad. Dan hou ik een beetje tegen het licht en dan kun je echt wel goed zien of je alles gehad hebt. Nou, de kwast gaat dus in de water. Gewoon even een beetje uitspoelen. En dit ga ik wel nu eerst drogen. Het is heel snel droog hoor. Je hoeft het niet heel lang te doen. Ik moet nog een beetje Tycol hebben zo. Want ik ga daar nu nog spetters op aanbrengen. Want ik wil dat ze in een soort van sneeuwbui terechtkomt. En daarom ga ik nu spetteren. En dat spetteren dat ga ik doen met de splatterbrush van Ranger. Maar je zou dat eventueel ook kunnen doen met een kwast. Een wat dunnere kwast. En hem dan oppakken en dan gaan stippen. Maar ik vind dit nog steeds wel het meest ideale. Als je het niet vertrouwt op je craftsheet. Met craftsheet kun je het zo weer afhalen hoor. Kun je er ook eerst een krant onder leggen. Nou, en ik ga hem op deze manier doen. Maar dan heb je de kleinste vlokjes die je krijgt. Dat doe ik de eerste laag. En dan ga ik hem nog een keer in mijn Tycol steken. Volgens mij zagen jullie niet hoe ik de Tycol heb opgepakt. Ik steek gewoon de splatterbrush in de Tycol.
En dan ga ik hem over anders nog een keer doen. Dan krijg je er wat dikkere vlokken bij, als het goed is. En zo ga je helemaal over de kaart. Dit lijkt me bijna voldoende, nog een klein beetje. En ook de splatterblus zet ik na afloop gewoon even in een glaasje water of een bakje water of een wat je dan maar ook maar hebt. Ja, ik denk dat het met een oude tandenborstel misschien ook wel kan. En dan even zo'n stokje eronder doorhalen. Hè? Wat je vroeger ook deed met spetteren. Ja, ik denk dat het wel zou kunnen, Elke. Ik ga ook gelijk even over mijn craft sheet heen met een stukje keukenrol. Om de spetters die ernaast zijn gekomen toch een beetje op te nemen. Zolang ze nog nat zijn, gaat het iets makkelijker als dat het droog is. Maar ook als het droog is, gaat het hoor. Goed. Nou, dat ziet er heel leuk uit. Jullie zien er nu bijna niks van, maar het komt straks goed. Ik ga dit nu ook weer drogen met de mietsel. Ook de wat dikkere druppels moeten wel goed droog zijn voordat je met de Ecoline of met de Aquatint bezig gaat. Aquatint is eigenlijk vergelijkbaar met Ecoline. Ik vind alleen het voordeel van de Aquatint is dat er wat diepere kleuren bij zitten. Dat het nu wel droog is. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het glimt wel heel mooi. Ik ga er even voorzichtig overheen met de vingers. Ja, dat is wel heel goed droog. Nou, dan kunnen we verder. Dan heb ik nog een paar glaasjes met water neergezet en wat kwasten. Ik begin met aquatint in de ondergrond. Ik ga proberen om een soort van achtergrond te maken. Heel eenvoudig. Door middel van de 034. Dat is een wat gelige kleur. Dat is de kurkuma zoals dat heet. De 21. Dat is een lichtgroene. Kijk, wat ik altijd doe is het op het dekseltje een stickertje. Zo'n rond stickertje. En daar zet ik het nummer nog een keer weer op van de kleur. En ook de kleur, geef een beetje kleur ook aan dat stickertje. Dan kun je ook gelijk zien als je het in een bakje hebt staan of in een laadje van je kast of zo. Dan kun je ook precies zien welke kleur wat is. Het is wel heel handig. En ik neem ook nog wat 33. En 33 is oker. En ik pak eerst een hele grote kwast en die zet ik gewoon in het water. En daarmee maak ik de achtergrond al een klein beetje nat. Eerst een laagje en dan pak ik als eerste dus de kurkuma. En doordat het dus al nat is, vloeit die inkt alle kanten op. Tot waar je het nat hebt gemaakt. Dan spoel je je kwast uit en dan gebruik je hem, doop je hem in de groene, heel iets. En dan geef ik eigenlijk aan over de kurkuma, een gedeelte. Dan heb je hem wat bewerkte ondergrond.
En hetzelfde doe ik ook met de oker, dus de 33. Daar probeer ik nog iets minder van op te pakken. En dan doe ik een heel klein beetje erdoor. Nou, dat is eigenlijk zo wel voldoende. En dit vloeit al een beetje zo in elkaar. Dan kun je opnemen te veel aan water met een stukje keukenrol. En zo krijg je een wat bewerkte ondergrond. Even met de rietel erover. En dan zul je zien waar de spetters met teikel zitten, daar pakt dus geen kleur. Is de ergste nattigheid is opgedroogd. Hier heb ik het nog even iets natter gelaten en ga ik overheen met de keukenrol. Nou, deze kleuren zijn voldoende voor die ondergrond. En ik ga nu verder met de lucht en de achtergrond. En daarvoor heb ik de volgende kleuren. Dat is 02, dat is lichtblauw. 07, ultramarijn. En 61 is muisgrijs. En ook die gaan we eerst de rest van de achtergrond zometeen nat maken. Alvast. Zodat het mooi in elkaar overloopt. Ik zie geen teksten meer bij meelopen. Dus ik weet niet, als er vragen zijn, zie ik ze op dit moment niet. Misschien hebben jullie wel geen vragen. Maar goed, anders dan lees ik het straks wel na. En dan zien we het dan wel. Ook weer met een hele grote platte kwast maak ik de bovenkant nu nat. En ik begin met een lichte blauw, dus de 02. En dit is heel eng, want dan ga je over je gekleurde dame heen die in de storm staat. Maar als het goed is, gaat het helemaal goed, want die heb je afgedekt met teikel. Dus die moet er geen last van hebben dat daar kleur op komt. In elk geval heel minimaal. Nou pak ik de tweede, iets donkere kleur. Kijk, dit vind ik heel eng. Altijd. Maar goed, het moet goed gaan. Dus dan gaan we dan maar vanuit. Dan schilder je. Net zolang tot je tevreden bent. En dan pak ik ook nog iets muisgrijs om er een iets dreigende lucht van te maken. Echt zo'n sneeuwlucht. Dan doop ik ook weer mijn kwast. Uitgespoelde kwast natuurlijk. Kijk, en dat geeft dan net even iets meer dreigen in de lucht. En als je, zolang het nog nat is, kun je nog echt wel wat doen met de natte kwast en de achtergrond. Dus als je niet helemaal tevreden bent, dan ga je er gewoon nog weer met de kwast overheen. En eventueel nog weer met een kleur. Dat is maar net wat je wil. Ik dep wel even nu de jas van dus Windy Day Girl schoon. Nou, volgens mij is dit helemaal goed gekomen. Even met kracht.
grafzit een beetje netjes maken, dat hij niet per ongeluk nog wat af kan geven aan mijn kaartje, wat er nog ligt. Zo. Nou, en ook dit kun je dan weer gaan drogen met de heat tool. Ja, de stippen zijn goed te zien, hè? Dus dat is in principe alles wat je hebt gedaan met die splatterbrush kun je weer terugzien. Dan vind je echt een soort van sneeuwstormachtige achtergrond. Ben je nou niet tevreden over het aantal stippels wat je hebt, dan kun je het altijd nog weer bijwerken met een jelly pen of een andere pen. Dan kun je er altijd nog wat extra stippen bij opzetten. Dat valt dan vaak niet op. Want wat je nu ook hebt is natuurlijk dat er eigenlijk geen sneeuwvlokken te zien zijn op de jas en op de paraplu. En ook dat kun je gewoon met de jelly roll gaan bewerken. En als je dat voldoende laat drogen, dan blijft het zelfs nog zitten. Dus daar zet ik nou gewoon nog wat stipjes op. Als zijn er van dat die sneeuwstorm echt wel langs dat meisje heen gaat. En op haar komt ook wel. En ook op die verwaaide paraplu. Stipjes. Net zolang tot je tevreden bent. Nou. Dan heb je je kaart alweer bijna klaar. Ik vind altijd een tekst erop als je hem naar iemand stuurt. Altijd wel heel leuk. Nee, de resist hoeft er niet af. Dit is de resist die blijft zitten. Dat geeft ook juist wel wat extra aan. Dat geeft eigenlijk een beetje een 3D effect. Het is ook een beetje structuur wat je dan in de achtergrond krijgt, Amanda. Even kijken, een tekst. Moet ik hem wel eerst weer in de stamping tool zetten? Dan moet Wendy Girl even uit de stamping tool. Ik heb gekozen voor de teksten van Woodware. En dat zijn dus clearstempels. Dat houdt in dat ik mijn deksel van de stamping tool om moet draaien. Zodat ik clear kan lezen en waardoor ik dus ook clear stempels kan gebruiken. Even een beetje ruimte maken. Zo. Ik ga een rol. Weer met een paar magneetjes de kaart vastzetten. Zo. En ik vond hier een hele leuke tekst in en dat heet You can't have a rainbow without a little rain. Rainbow. Dat was eigenlijk wel een redelijk passende tekst. Hoewel dit geen regen is, maar sneeuw, maar goed. The answer is blowing in the wind. Ja, heel goed, Roes. Ik wou dat die tekst er was, maar die tekst is er. Niet op de stempels die ik heb op dit moment. Dus ik moest even wat anders zoeken. Maar dat zou wel een hele mooie tekst zijn geweest. Maar die kun je natuurlijk eventueel ook zelf uitprinten. En hem dan in stukjes opsnijden. En erop plakken. Goed. De tekst had ik redelijk recht neergelegd. Dus die kleef nu aan de deksel van de stamping tool. Ja, ik heb magneetjes in de webshop staan, Elke. Staan bij de stamping tools, de stempelbenodigdheden bij de tools, kun je ze vinden. Ja. Daar zijn nog twee, zitten in een setje van twee van Tim Holtz. In het verleden had de HEMA ze ook, maar de HEMA heeft ze schijnbaar niet meer. Die heeft alleen nog dikke magneetjes momenteel. Tenminste hier wel, en ik heb al van meer gehoord dat ze er niet meer zijn. Dus helaas. Dat is altijd het. Nou, weer beïnkt met Stason. En hoop ik dat het in één keer goed gaat. En anders gaan we nog een keer. Ja, nee, die mag echt nog wel een keer. En dat is het mooie van de stamping tool. Dan kun je hem gelukkig nog een keer beïnkten. En hij kan op dezelfde plek nog een keer gestempeld worden.
Oefenen jullie trouwens handig om een herinnering te krijgen van het live gaan? Of zeiden jullie van, nou, dat is helemaal niet nodig. Volgende keer denk ik er zelf wel weer aan. Het was even een uitprobeersel van mij. Ik wist niet zeker of het wat was en hoe het werkt. Ik heb nou nog geen idee, maar ik hoop dat jullie in elk geval een herinnering gehad hebben. Vlak voor uitzending. Nou, dit is wel heel netjes. Geen gehad dus? Oh jee. Ja, maar hadden jullie wel op het balkje gedrukt dan dat je een herinnering wou hebben? Want anders dan kreeg je hem ook niet. Je moest het natuurlijk wel. Oké, dan doen we het vaker. De herinnering. Prima, komt goed. De volgende keer gewoon even op het balkje in die aankondiging dan klikken. Hè? En dan krijg je ook de herinnering vlak voor de uitzending. Nou, nu is hij bijna klaar. Kan hij op een kaart geplakt worden? Denk ik. Dan ga ik hem. Ik heb alleen mijn snijapparaat niet meegenomen. Maar ik ga hem iets omhoog plakken. En dan kan ik hier nog even het randje eraf snijden op maat. Zo ga ik hem opplakken. En dan is hij klaar. Oh, dat is wel vreemd dat de ene wel krijgt en de ander niet. Goed. Nou, gaan we volgende keer gewoon nog een keer proberen. Wie weet werkt het dan wel bij iedereen. We moeten het gewoon even blijven testen. Het was voor mij ook nieuw, dus ik moet. Het is in elk geval. Het kan een uitkomst zijn voor jullie, misschien wel. Ik hoop volgende week wel weer op woensdag te zijn. Ik denk wel dat het dan wel lukt. Ik heb dan iets minder druk programma aan het begin van de week. Dus dan zal het wel gaan. Dit gaan we opplakken met tape. Extra stickies tape. Maar dat kun je ook met lijm doen. Of met gewone tape. Ik had nu de sticky tape bij de hand liggen. Dus die heb ik nu even gepakt. Ik vind het altijd wel heel fijn. Het blijft ook altijd heel goed zitten. Het is alleen altijd even een nadeel dat hij niet zo heel makkelijk open te krijgen is. Maar daarvoor gebruik ik deze tool met het puntje. En dan gaat het uiteindelijk wel goed. Joe, doeg Han, ben bijna klaar. Ja, dit is ook het laatste. Ik bedoel, de kaart laat ik wel zien als die klaar is. Oké, doeg Henny. Leuk dat je er was. Fijn. Leuk dat je er was, Han. Ja, zou kunnen. Op zwart komt hij misschien ook wel mooi uit. Ik heb het eigenlijk nu niet uitgeprobeerd. Ja, dan kan ik hem nu nog niet opplakken. Dan moet ik dat straks doen, want ik heb nu natuurlijk geen zwart bij de hand. Nou, ik weet niet. Ik ben wit wat frisser. Ik had er ook eerst nog een zwarte mat onder kunnen doen. Extra randje en hem dan op wit kunnen plakken. Ik ga dit keer voor wit. Volgende keer gaan we weer voor zwart. Goed? Tot volgende week, Marianne. Leuk dat je er was. Nou, en dit is hem. De onderkant wordt dus nog even iets korter. En iets vlakker. Oké, dank jullie wel dat jullie er waren. En ik zal even afscheid nemen volgens de. Dat is misschien wel net zo leuk. Even kijken. Oké, leuk dat jullie er waren. En volgende week gaan we weer wat anders doen. Ik heb gehoord dat iemand graag iets met het jellyplate wou zien. Ik heb de jellyplate 15 november nog gebruikt, maar ik kan wel wat bedenken misschien voor een volgende keer. Ik wil niet zeggen dat het volgende week al wordt, maar het zal binnenkort dan nog wel een keer aan bod komen weer. Goed,
Bedankt allemaal. Tot de volgende keer. Tot doeg.